Op zondagen neem ik de tijd om te reflecteren op de afgelopen week en om mij voor te bereiden op een nieuwe week, zodat ik weer met frisse energie aan de slag kan gaan. Het is niet zo dat elke zondag bij mij exact hetzelfde eruit ziet, maar dit zijn wel de dingen die ik fijn vind om te doen. In de ochtend neem ik de tijd om uitgebreid te ontbijten. Ik vind het fijn om lekker rustig de ochtend te beginnen. En als mijn ontbijt klaar is, maak ik het huis schoon en ruim ik ook alles op. Ze zeggen ook wel eens dat een opgeruimd huis ook een opgeruimd hoofd is. En daar ben ik het meer dan mee eens. Op zondagen verschoon ik mijn bed als het nodig is, draai ik een aantal wasjes en maak ik als het ware het huis stofvrij, want ik heb niet normaal veel stof in huis. En door iedere zondag een grote schoonmaak te houden, begin ik de week ook met een frisse start en een frisse woning. Wanneer ik klaar ben met opruimen en schoonmaken, wordt het tijd om een momentje voor mezelf te nemen. Ik lees dan bijvoorbeeld een boek, ik journal en ik mediteer dan. En dit doe ik vooral omdat ik dan echt tot rust kom. Deze dingen doe ik door de week ook. Maar ik merk door alle drukte dat ik toch niet helemaal tot rust kan komen. En ik vind het ook fijn om op deze manier toch de week af te sluiten. Even niks hoeven, alleen tijd voor jezelf. En dan neem ik ook nog de tijd om te reflecteren op de afgelopen week. Hoe vond ik het gaan? Wat ging er goed? Wat kan er beter? En op deze manier leef ik bewuster en kan ik voorkomen dat ik niet constant dezelfde fouten en beslissingen maak. En stel er zijn dingen die de afgelopen week juist goed zijn gegaan, dan neem ik dat weer mee naar de nieuwe week. Daarna schrijf ik ook mijn doelen en manifestaties van de week op. Bijvoorbeeld de dingen die ik graag deze week gedaan wil hebben of wil behalen. En door dit te doen blijf ik in een positieve mindset en gaat eigenlijk alles vele malen soepeler. Nadat ik dit heb gedaan, schrijf ik ook alles op wat ik de aankomende week gedaan wil hebben. Dus al mijn to-do's. Deze taken verspreid ik over de dagen en noteer ik het in mijn agenda. Per dag schrijf ik maximaal 3 prioriteiten op en zorg ik dat mijn planning haalbaar blijft. Ik wissel vaak af met planners, agenda's, notitieboekjes. Maar op dit moment gebruik ik de uitwisbare agenda van Correctbook. En naast de agenda hebben ze ook notitieboekjes. En wat ik zo fijn hieraan vind, is dat je de pagina's kunt hergebruiken. Dus je hoeft niet constant een nieuw notitieboekje of agenda te kopen. En mocht je zoiets hebben van, ja, ik wil niet dat mijn pagina verloren raakt, dan kun je er natuurlijk een foto van maken. Of je kunt gebruik maken van hun app en dan kun je de pagina inscannen. Zo heb je hem altijd bij de hand. En dat is nog niet alles, want bij iedere aankoop steun je ook een kind in een ontwikkelingsland. Schoolspullen zijn over het algemeen niet goedkoop, helemaal niet voor hun. En daarom is het zo fijn dat ze op deze manier toch gebruik kunnen maken van schriften die ook oneindig lang meegaan. Dus vandaar dat ik een groot fan ben van Correctbook. Wat ik ook fijn vind om te doen is om mijn maaltijden voor de week te noteren en een boodschappenlijst te maken. Door een mealplan te maken weet ik wat ik ga eten die week, maar ik wil hier nog wel flexibel in blijven. De grootste reden waarom ik het fijn vind om een mealplan te maken is om te voorkomen dat ik constant eten ga bestellen. Want stel ik doe dit wel, dus eten bestellen, zal dit geen goede gevolgen hebben voor mijn portemonnee. Dus vandaar dat een mealplan en een boodschappenlijst maken zo zijn voordelen heeft. En het liefst plan ik ook zoveel mogelijk in, zodat ik het meeste uit mijn week kan halen.
Want naast een fysieke agenda vind ik het ook fijn om een digitale agenda te gebruiken, want die heb ik altijd bij de hand. En door lijstjes te maken voor al mijn to-do's, hou ik mijn gedachtes georganiseerd en weet ik waar ik aan toe ben. Zo kan ik ook zeggen dat een zondag reset routine voor mij een hele fijne manier is om de week mee af te sluiten. En zo heb ik weer genoeg energie en een frisse blik om een nieuwe week te beginnen.